Rijnsburgse boys in het geel-zwart thuis tegen de Treffers. De Treffers heeft de punten het hardst nodig. Die ploeg staat slechts 3 punten boven de fatale degradatiestreep. De Treffers begint ook wel goed. Maar langzamerhand komt Rijnsburgse boys beter in het speel. Dit is een mooie combinatie. Jonge Nelen, hij stuit op de voeten van Cornelis. U weet nog wel, die keeper die op paasmaandag in blessuretijd de 1-1 scoorde met het hoofd. Dat afgelopen maandag, nu moet hij gewoon weer tussen de palen zijn werk doen. Hier wordt hij gepasseerd door Opoku. Maar op de lijn redt Opdenkamp de Treffers. 0-0 de ruststand. Dan komt Donny van Ooyen erin bij Rijnsburgse boys. Die legt hem hier prachtig klaar. En dan is het een koud kunstje om die bal achter doelman Cornelis te prikken. En zo de 1-0 voor Rijnsburgse boys. Jonge Nelen is de maker. Het seizoen van Rijnsburgse boys, prima. We staan op een keurige plek in de subtop. En hebben geen gevaar, in ieder geval meer van onderen. En die invaller van Ooyen scoort hier zelf een treffer. 1 assist, 1 doelpunt. Getergd als invaller. En nu een belangrijke rol bij die 2-0 voorsprong. Klein foutje van de doelman Cornelis, laat deze bal glippen. Ja, zo ben je de held. Zo een klein beetje de schlemiel. Weer geen punten dus voor de Treffers, want de blessuretijd is inmiddels aangebroken. Wel nog één prachtig moment. Is het Ronaldo? Nee, het is Bajek. En dus is de bal ook net naast. Rijnsburgse boys verslaan de Treffers met 2-0. Moeten we even de standen van vanmiddag. 2-1.